Welkom bij Expellers, al leuk dat jullie weer kijken. En dit keer met jullie een blik werpen op de Exploration uitbreiding voor Not Alone, uitgegeven door Geek Attitude Games. Het is een spel voor 2 tot 7 spelers, net als het basisspel, waar je ongeveer een 30 tot 60 minuutjes mee bezig bent. En in dit spel neemt één speler het op tegen de overige spelers. Die ene speler wordt de jager, de hunter, en de rest wordt prooi. En het doel van de jager is om zoveel mogelijk prooi te vangen en speciale eigenschappen te gebruiken om als eerste zijn of haar marker bij het middelste punt te krijgen. Terwijl de andere spelers natuurlijk de jager proberen te ontwijken om zo tijd te rekken en hun speciale eigenschappen te kunnen gebruiken om hun marker naar het midden van het bord te krijgen. Want het team wiens marker als eerste in het midden staat wordt uiteindelijk de winnaar. Deze uitbreiding biedt ons 10 nieuwe locaties waarop we de strijd met elkaar aan kunnen gaan, als mede een aantal nieuwe kaarten zowel voor de hunter als voor de prooi. En we krijgen ook nog een leuke nieuwe variant genaamd het labyrint. Dus laten we snel maar eens een blik werpen op wat er precies in het doosje zit. Ook deze uitbreiding is van de hand van Ghislaine Masson en wij krijgen de spelregels in het Nederlands. Die aangeven dat er een aantal kaarten uit het basisspel verwijderd moeten worden en vervangen worden door nieuwe kaarten. Dat verbetert ze iets meer, balanceert ze wat beter. We krijgen een uitleg van de voorbereidingen, welke kaarten je het best kan gebruiken en hoe bepaalde nieuwe kaarten in hun werk gaan. En een uitleg van de 10 nieuwe locaties, speciale eigenschappen en de variant uitgelegd. En verder krijgen we weer een hele stapel kaarten. Zoals ik al zei, we krijgen in totaal 10 nieuwe locaties waar we naartoe kunnen gaan met allemaal speciale eigenschappen om weer mee te gaan spelen. Nieuwe kaarten voor de hunter en nieuwe kaarten voor de prooi met een aantal vervangingskaarten. Dat is wat we krijgen. Dan laten we snel maar eens een blik werpen op wat deze uitbreiding precies toevoegt. Ik ga niet met jullie alle 10 de locaties één voor één langs, maar ik pak er even een paar uit die ik interessant vind. Allereerst de Nexus vind ik een leuke, daarmee kun je de eigenschap van een van de andere kaarten kopiëren. Met het risico dat als het wezen erin slaagt om tenminste één lid van de prooi op de Nemesis of op de Nexus gevangen te nemen, dat hij ook 2 stapjes krijgt. Dus de kostenbaten zijn daar iets hoger. De koepel heeft een schild. Dat schild begint op locatie 1. En als je de koepel activeert, beweeg je het schild 1 stapje richting de koepel. Als het schild op de koepel komt, duwen wij de assimilatiesteen, oftewel het scoremarker van het wezen, dat duwen we 1 stapje achteruit. Het leukste vind ik wel de Dolof. Je hebt hier de kaarten 6 tot en met 10 liggen. Je kiest of je de 5 uit de nieuwe set pakt of 5 uit de basisset of een mix ervan, waarbij je natuurlijk elk getal er maar 1 keer in mag hebben. Die schud je en die leg je hier neer. En als je naar de Dolof gaat, mag je 1 van die locaties onthullen of 1 kaart nemen van een locatie die al onthuld is. Dus je weet niet in welke volgorde ze liggen. En je kunt ook nog een keer een beetje het wezen verrassen als mede de spelers wat hieronder ligt. Alternatief kun je de labyrinth variant gebruiken. Dan pak je alle uit alle sets die je hebt, elke 6, elke 7, elke 8, elke 9 en elke 10, die schud je en die vormen een gesloten trekstapel naast het Dolof. Als je op het Dolof je actie mag uitvoeren, pak je de bovenste 3 kaarten en van die 3 kaarten kies je er eentje om hier onderaan neer te leggen, eentje om permanent uit het spel te halen en eentje die je weer onderop deze stapel schuift. Waarbij je natuurlijk nog steeds elk getal maar 1 keer in het spel mag hebben. Maar dat is ook weer een leuke manier waarop je eigenlijk de hoeveelheid extra kaarten die je hebt kan gebruiken. Dan zit er tussen deze nieuwe kaarten nog 1 bijzondere kaart. Dat is de Pol. Ten tegenstelling tot alle andere kaarten zit de Pol maar 2 keer in het spel. De andere reserves zijn groter naarmate er meer spelers meedoen. Maar van de Pol zit er altijd maar 1 in de reserve. Maar dit is ook een hele sterke kaart. Want als je, als je de Pol activeert, verlies je 1 moreel. Dat is vervelend. Maar de reddingssteen, dus de steen van de prooi, gaat 2 stapjes naar voren. En in fase 4 gaat deze kaart weer terug in de reserve. Dus moet je die weer opnieuw gaan halen. Plus hij kan niet gekopieerd worden middels andere kaarten. Maar dat is ook nog wel echt een hele bijzondere kaart. Nou, en die andere kaarten hebben natuurlijk ook
allerlei leuke eigenschappen waar we mee kunnen gaan spelen tijdens dit spel. Maar dat is voornamelijk de nieuwe toevoeging die Exploration biedt. En ook de stapel kaarten voor zowel het wezen als de prooi wordt een heel stuk groter met deze nieuwe kaarten erin. En daar zitten ook weer allerlei leuke grapjes in. Maar dat is wat Exploration toevoegt aan het basisspel. En dan komen we weer bij de vraag, is het de moeite waard om Exploration toe te voegen aan het basisspel? Als je Not Alone leuk vindt, ja zeker. Want je krijgt meer variatie in de verschillende locaties. En als je bijvoorbeeld een hunter aan het hoofd van de tafel hebt zitten met veel ervaring, kun je met de verschillende nieuwe locaties een beetje gaan spelen om het voor de prooi iets makkelijker te maken. Om sterkere eigenschappen erin te zetten. Aan de andere kant, wat ik ook gemerkt heb, en daar kun je het mee eens zijn of niet, maar afhankelijk van hoe een team speelt, is het spel ongebalanceerd. Sommigen zullen roepen de hunter heeft het hartstikke makkelijk en die wint altijd. En anderen zullen zeggen de prooi heeft het hartstikke makkelijk en die wint altijd. En dat heeft natuurlijk te maken met hoe je erin steekt, hoe goed je elkaar kan lezen of hoe goed je kan bluffen. En natuurlijk ook een stukje ervaring. En de grootte van de groep doet daar ook een duit in het zakje. Maar mijn optiek is dat het spel goed gebalanceerd is. Beide kampen hebben een goede kans op de overwinning. Alleen je moet listig zijn en proberen in de huid van de ander te kruipen. Dat is een mechanisme wat ik persoonlijk heel erg leuk vind aan Not Alone. Wat deze 10 nieuwe kaarten toevoegen vind ik ook de moeite waard. Vooral het Dolof vind ik een hele sterke toevoeging met de labyrinth variant. Wat het eigenlijk een verrassing maakt welke kaarten 6 tot en met 10 gaan worden. En waarbij je dus ook nog zelf invloed erop hebt. Want je krijgt 3 kaarten en je kiest wat we wel gaan doen en welke we niet gaan gebruiken. Dus dat vind ik een toffe mechanisme. Maar gewoon de nieuwe eigenschappen, maar zowel vanuit de locaties als de nieuwe kaarten voor beide partijen zijn een prima toevoeging. Vind je Not Alone niet zo leuk, dan zal deze uitbreiding het spel niet in die zin veranderen, zodat je het opeens wel leuk gaat vinden. Een van de charmes wat mij betreft van deze uitbreiding is dat het zo weinig verandert aan het basisspel. Dat geeft je alleen andere mogelijkheden. Maar de standaardregels, de grondslag is eigenlijk identiek. En daardoor is het makkelijk te implementeren als je het spel al met veel plezier speelt en meer variatie zou willen. En aan de andere kant wordt het daardoor niet een ander spel wat je misschien wel leuk gaat vinden als je Not Alone niet kan waarderen. Ik persoonlijk vind het een prima uitbreiding die gewoon goed in elkaar zit. Het ziet er weer prachtig uit. Het artwork op de kaartjes van de locaties is weer om van te smullen. En de nieuwe uitdagingen die je daarmee gepresenteerd krijgt. En de manieren waarop je het monster probeert te slim af te zijn. Of als monster je prooi naar binnen weet te harken. Zijn weer legio. En dat is om die reden dat ik het een 7 heb gegeven. Spellenzolder.